Wereldtoerismedag wordt jaarlijks op 27 september gevierd om het belang van toerisme voor economische groei en culturele uitwisseling te onderstrepen. Dit jaar ligt de focus op duurzaam toerisme en de positieve impact op lokale gemeenschappen. De maand september is sinds vorig jaar in Suriname uitgeroepen tot toerismemaand. In dat kader worden dit jaar in elk district activiteiten ontplooid om de bewustwording over de potentie van het toerisme te bevorderen. Toerisme is een belangrijk stimulans voor de economie van een land door werkgelegenheid te creëren in de sectoren zoals horeca, transport en detailhandel. Het draagt bij aan de inkomsten door buitenlandse uitgaven, wat de valutareserve versterkt. Verder bevordert het toerisme culturele uitwisseling en begrip tussen verschillende volkeren. Lokale gemeenschappen profiteren van toeristische infrastructuur, waardoor leefomstandigheden kunnen verbeteren. Directeur van toerisme, Rabin Buddha, zegt dat bij het uitschrijven van beleid er rekening wordt gehouden met het accommoderen van de toerist in eigen land. Het gaat om een stukje capaciteit. Als je met 1 persoon of 5 naar Atjoni gaat of met 20, je vaste kosten voor transport zijn ongeveer hetzelfde. En dat maakt het duur. Wil je vliegen naar Palomé of Petina of zo, is duur. Vliegen is een dure grap. En dat maakt dat het product duurder wordt. En vandaar dat er vanuit het ministerie een meersporenbeleid is. We proberen meer, in elk district proberen we het toerisme te ontwikkelen, stimuleren lokaal toerisme. Eerder op de dag is het driedaagse toerismefestival begonnen in het Rulis Event Center.